We zijn aangekomen in de tuin op de Gooilaan 97. En, uh, ja, dit was ooit onderdeel van Haag's Hopje, dat is het nog. Dat is een uitdeelpunt voor, uh, voor, voor ja, speelgoed voor kinderen. Maar er is iets leuks bijgekomen. En over dat leuke stukje gaan we het nu even hebben. Ik ben Marieke de Boer en ik werk voor Mooi Welzijn. Ik ben uh, opbouwwerker in deze wijk, Rustenburg-Oostbroek. En mooi welzijn is een onderdeel van extra welzijn. Als opbouwwerker ondersteun ik uh, bewonersinitiatieven die uh, gericht zijn op het schoon, heel en veilig maken van de buurt. En uh, ook initiatieven die uh, de sociale cohesie uh, versterken. Okay. Dus dat is de onderlinge verbinding tussen bewoners. Oké, okay. want ik zie dus dat hier een, een buurthuis is gekomen. Hè? Ja, of dat was klopt. dat er al? Hoe zit dat? Uh, nou, we zijn hier uh, op de Goilaan nummer 97. En um, sinds kort is het uh, ook een buurtontmoetingsruimte. Um, er was hier al een Haags Hopje, uh, een speelgoeduitleen. En nu is, uh, heeft het een aanvullende functie gekregen als ontmoetingsruimte. En uh, er is ook een atelier. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Um, mensen kunnen gewoon langskomen. Uh, en uh, kennis met ons maken. En uh, op die manier kun je ook aanmelden uh, voor de activiteit. Eigenlijk is het he een hele laagdrempelige plek. Ja. Dus het is niet nodig uh, om van tevoren uh, een e-mail te sturen of een belletje te doen. Uh, we zijn eigenlijk gewoon ook een inlo in, ja, inloop. Ja, want veronderstel nou: er zijn geen mensen die kunnen breien of kunnen haken of kunnen naaien of kunnen schilderen. Maar die willen dat wel leren. Is dat hier ook mogelijk? Jazeker. Wat we eigenlijk willen is dat uh, bewoners elkaar ook gaan inspireren. Dus uh, als jij goed bent in breien en ik ben goed uh, in mozaïek maken, dan uh, kunnen we elkaar misschien iets leren. En uh, ja, zo zou het leuk zijn als uh, bewoners uh, hun talenten met elkaar kunnen uitwisselen. En uh, ja, dat kan dus. Uh, in deze ontmoetingsruimte. Ja, fijn, want er is ook een tuin, hè? zag ik. Dat klopt, ja. ja. Het tuin is ook een apart project. Uh, we zijn in contact met uh, Lisbeth van Wifferen. Dat is een, uh, een mevrouw die uh, veel ervaring heeft met groenprojecten, uh, met bewoners. En zij uh, helpt ons om uh, in de toekomst uh, met bewoners de tuin te gaan opknappen... En wat we het liefst zouden willen is daar ook een mooi plekje waar uh, bewoners lekker samen kunnen eten en drinken. Uh, een moestuin misschien. Mm -hmm. En gewoon een stukje ontspanning en ontmoeting. 1 juli hebben we de opening ge uh, gedaan. We zijn toen uh, langs de deur gegaan om alle bewoners uit te nodigen. En uh, we hebben heel veel enthousiaste reacties gehad. Uh, de opkomst was ook heel goed. En uh, wat leuk was, is dat uh, de buurvrouw voor 60 mensen heerlijke Poolse soep heeft gekookt. Dus uh, er waren hele lekkere hapjes en drankjes. Uh, ja, en, en de opening was een groot succes. Hartstikke ja. leuk om te horen. Ja. ja. Want ik zie ook aan de overkant het is een hele grote speeltuin. Hè? Ja. En omdat dit eigenlijk ook Haags Hopje heet, speelgoed Uitleen voor Kinderen. Kunnen ze het speelgoed hier dan lenen en dan naar de overkant gaan om daar te spelen? Jazeker. zeker. dat, oh, dat is, kan? Ja, dat is de, inderdaad het uh, uitgangspunt. Dat, uh, dat kinderen hier een skelter, een fiets oh, ja. of een step kunnen komen lenen. En dat mogen ze dan mee uh, naar de speeltuin nemen en dan uh, lekker spelen. Oké. Okay. Ja. Dus dit pand heeft eigenlijk meerdere functies dan, hè? Jazeker. Het is niet meer ja, alleen... Uh... Het is multifunctioneel, ja. ja. Dat klopt. Oké, okay. en wat houdt het nou precies in, zo'n ontmoetingsruimte? Want um, wie komen daar dan? Nou, de ontmoetingsruimte is eigenlijk voor alle wijkbewoners. Uh, iedereen is welkom, uh, ongeacht uh, je achtergrond, je leeftijd, uh, wie je bent, dat maakt niet uit. Uh, je mag zijn wie je bent en je bent welkom.